Als je een vliegreis maakt, krijg je de wereld op een heel nieuwe manier te zien. Dus haal je maar eens je camera tevoorschijn om de ervaring vast te leggen. Als je geluk hebt, maak je misschien mooie opnamen die je kan laten zien, of misschien kan je zelfs iets vastleggen dat niemand had mogen zien. Van het oog van een orkaan tot de verschijning van een UFO, hier zijn 10 keren dat vliegtuigpassagiers iets filmen wat niemand mocht zien. Amazing! Woohoo! 10. Oog van een orkaan. Wat zou je doen als een piloot aankondigde dat je vlucht door een orkaan zou gaan? Wel, als je bent zoals ik, zou je waarschijnlijk in je broek plassen. Dat was dezelfde reactie die ik verwachtte toen ik beelden op het internet zag waarop te zien was hoe een vliegtuig in het oog van een orkaan vloog. Opgelet, dit was geen gewone orkaan. Dit was de orkaan Ida, een dodelijke Atlantische orkaan van categorie 4 die de op één na meeste schade had aangericht nadat hij in de Amerikaanse staat Louisiana aan land kwam sinds de orkaan Katrina. De orkaan veroorzaakte verschillende slachtoffers en schade die in totaal opliep tot 50 miljard euro. Nu je weet hoe gevaarlijk de storm was, maakte het deze presentatie nog gekker. Maar deze piloten vliegen niet voor de lol door een orkaan. Ze zijn eigenlijk van het National Hurricane Center. En hoe gek de stunt ook was, hij was nodig om de richting van de storm te voorspellen. Gelukkig kwamen ze er aan de andere kant weer uit en was de lucht opgeklaard. 9. Slang op het vliegtuig. Filmliefhebbers zullen wel bekend zijn met de actiefilm Snakes on a Plane. Zoals de titel al doet vermoeden, ging de film over, wel, slangen op een vliegtuig. Het is zeker een amusante film, maar we weten allemaal dat dit nooit in het echt zou kunnen gebeuren, toch? Wel, dat dacht ik ook, tot ik deze beelden zag. Ja, dat is precies wat je denkt dat het is. Het is een slang in een vliegtuig. Het blijkt dat de filmproducenten niet alleen entertainers waren, ze zijn ook toekomstvoorspellers. Want in 2016, 10 jaar nadat de originele film uitkwam, drong een slang een vliegtuig binnen. Deze angstaanjagende beelden werden vastgelegd tijdens een commerciële vlucht van Aeromexico van Torreón naar Mexico. Te zien was hoe een reusachtige groene slang uit een bagageruimte boven de hoofden van de passagiers kroop en zich in het gangpad liet vallen. De passagiers raakten natuurlijk in paniek, maar ze deden het beter dan ik het zou doen. Ik zou mijn gordel losmaken en wegrennen. 8. Verwarde stewardess. Sommige dingen horen niet te gebeuren tijdens een vlucht. Je piloten mogen niet allebei de cockpit verlaten. Een slang hoort niet in een vliegtuig te zijn en je stewardess hoort niet midden in de vlucht verward te geraken. Ik bedoel, stewardessen worden verondersteld kalm en beheerst te zijn. Het hoort allemaal bij hun werk. Daarom is deze video die een passagier tijdens een vlucht vastlegde ongelooflijk schokkend. Het toont een stewardess die voluit tekeer ging tegen de passagiers. De video werd in 2012 opgenomen op een vlucht van American Airlines van Dallas-Fort Worth naar Chicago. Het vliegtuig was net opgestegen toen de vrouwelijke stewardess provocerende uitspraken begon te doen op de omroepinstallatie. Volgens sommige passagiers was ze in een hysterische toestand, schoppend en schreeuwend over hoe ze iedereen moest doden. Ze werd uiteindelijk in bedwang gehouden en naar het ziekenhuis gebracht, waar dokters ontdekten dat ze leed aan een ernstige episode van een bipolaire stoornis. 7. Mexicaanse spookpassagier. Films en boeken laten geesten graag overkomen als almachtige wezens die grote afstanden kunnen vliegen wanneer ze daar zin in hebben. Maar misschien zijn ze net als wij en moeten ze het vliegtuig gebruiken als ze willen reizen. Het is niet ongewoon om verstekelingen in vliegtuigen te vinden, dus controleert luchthavenpersoneel routinematig vliegtuigen na het uitstappen. Een bewaker op een vliegveld in Mexico City was met behulp van het licht op zijn telefoon een vliegtuig aan het controleren om er zeker van te zijn dat er niemand in het vliegtuig was achtergebleven. Plotseling zag hij in de verte een donkere gestalte. Eerst dacht de patrouilleur dat het een passagier was, maar toen de figuur bewoog, besefte hij dat het geen mens was. Natuurlijk ging de bewaker er vandoor, waardoor we ons afvragen wat er zich die nacht precies in het vliegtuig bevond. Het was misschien geen spook, maar griezelig was het zeker. 6. Vliegtuigongeluk op Hawaii. Waarschijnlijk het moeilijkste aan het overleven van een vliegtuigongeluk is het aantal keren dat de herinnering steeds opnieuw in je hoofd afspeelt, terwijl je herbeleeft wat je dacht dat je laatste moment zou zijn. Maar als je deze man bent, heb je geen herbeleving in je hoofd, want je kunt het opnieuw bekijken, samen met de rest van de wereld. Het is brute pech, maar Ferdinand Puentes krijgt tenminste iets om hem te herinneren hoe hij het overleefde. Ferdinand was één van de 6 passagiers die een vliegtuigongeluk overleefde dat 1 slachtoffer eiste voor de kust van Hawaii. Het vliegtuig was bezig met een routine rondvlucht toen het ondenkbare gebeurde. Ferdinand filmde alles, van het moment dat de passagiers een lange knal hoorden tot het vliegtuig het water raakte en de passagiers zich door de ruisende water een weg uit het vliegtuig baanden. 5. Bosbranden. De Californische bosbrand van 2018 was een traumatische gebeurtenis. Voor de kust van Californië tot in Brits-Columbia raasde het vuur, waarbij voor miljarden aan eigendommen werden verwoest en verschillende slachtoffers vielen. Maar
Hoewel de branden wereldwijd de krantenkoppen haalden, was het moeilijk om de omvang van het vuur vanaf de grond te begrijpen. Dit was echter niet het geval voor de passagiers van American Airlines vlucht 382. Zij kregen het hele plaatje te zien. Terwijl de branden beneden alles verwoestten, vloog het vliegtuig erboven op zo'n 10.000 kilometer hoogte. Een passagier die van L.A. naar Boston vloog, legde de brand op zijn camera vast en het zag er verschrikkelijk uit. Op de video was te zien hoe het vliegtuig door reusachtige bruine wolken vloog. Maar het waren geen wolken, het waren rookpluimen ter grootte van een atoomexplosie die van het woedende wildvuur afkomstig waren. Het is een waanzinnige en ontluisterende video die de natuur toont in al haar vernietigende kracht. 4. Vulkaanuitbarsting. Het gekste dat ik ooit tijdens een vlucht meemaakte was vervelende turbulentie. En ik weet hoe bang ik was, dus stel je voor dat je uit je raampje staart en in de verte een vulkaan ziet uitbarsten. Hoewel het misschien niet zo lijkt, is het niet veilig om in een vliegtuig te zitten als er een vulkaan uitbarst. De uitbarsting van as kan namelijk duizenden meters de lucht inschieten en het zicht belemmeren van piloten die de pech hebben dichtbij te zijn. De as kan ook de motoren van vliegtuigen verstoppen, waardoor ze kunnen uitvallen. Gelukkig hadden de passagiers van deze Mexicaanse vlucht geen van deze problemen toen ze langs een actieve vulkaan vlogen. Ze vlogen in de buurt van de Mexicaanse Popocatépetl-vulkaan en ze hadden een vogelperspectief op de uitbarsting ervan. De video die ze maakten leverde een huiveringwekkend resultaat op. 3. Landen tijdens een storm. Als je ooit getwijfeld hebt aan hoe bekwaam piloten zijn, dan is deze volgende video zeker iets voor jou. Piloten behoren tot de meest vaardige vakmensen ter wereld. Ze ondergaan de strengste trainingen om zelfs de meest angstaanjagende situaties onder controle te krijgen en deze video bewijst dat al die training niet voor niets is geweest. Het toont het moment waarop een piloot een vliegtuig landt in stormachtig weer. Veel vliegtuigcrashes zijn veroorzaakt door slecht weer en even leek het erop dat het vliegtuig op weg was naar hetzelfde lot bij Saint-Denis op het eiland Réunion. Het vliegtuig was op weg naar een landing midden in een stormachtige regenbui. Gedurende het grootste deel van de video kunnen we niet eens zien wat er zich voor de piloot bevindt. Toch manoeuvreert hij zich een weg door het slechte weer tot de landingsbaan langzaam zichtbaar wordt en hij de tonnen staal samen met de passagiers zachtjes landt. 2. Motor vat vuur. Iedereen vecht altijd om aan het raam te zitten tijdens een vlucht, maar ik denk niet dat ik het zou willen als de aanblik een brandende motor is. Passagiers op een vlucht moesten lijdzaam toezien hoe een van de motoren van het vliegtuig het begaf en in de lucht vlam vatte. Het was een doodnormale vlucht voor de passagiers van een United Airlines vliegtuig op weg naar Honolulu, totdat ze een luide knal hoorden. Het vliegtuig was nauwelijks opgestegen van Dallas International Airport toen de motor in vlammen uitbarstte. Hoe eng de aanblik ook was, de passagiers konden niets anders doen dan vol afschuw staren naar het dreigende gevaar dat hen te wachten stond. Gelukkig begaf het vliegtuig het niet en de piloot landde veilig, tot luid gejuich van iedereen aan boord. 1. Gedaanteveranderende UFO. Toen een passagier op 9100 meter hoogte dit volgende filmpje maakte, wist hij dat het voorwerp niet van deze wereld was. Wat er echter buiten het raam rondhing, is wat alle anderen voor een raadsel heeft gesteld. De video toont een vreemd gloeiend horizontaal voorwerp dat spoedig van vorm verandert en een langgerekte ei-vorm aanneemt. Maar het wordt nog vreemder als het weer teruggaat naar zijn oorspronkelijke horizontale vorm. De vlogger identificeerde het voorwerp als een soort plasma-levensvorm. Een persoon op Reddit schreef, ziet er hyperdimensionaal uit. We zien een bewegend gedeelte ervan in wisselwerking met onze 3D-ruimte. Veel mensen speculeren dat het voorwerp een UFO was, maar wat denk jij? Laat je gedachten horen in de comments.